De wintersliep zit erop en daarom komen tûzenen podden en kikkers in beweging om een plakje te zieken dat ze eikens lezen kennen. Bij Beesterswerg in de Hemrik betuurt het wol dat ze deze diek oerstekken matten. Alle jaren worden er op het plak een soort amfibieën deerrieden. Een part van de diek is daarom nu afzetten en de podden en kikkers worden in Amers vongen en troch vrijwilligers naar de andere kant van de diek gebracht. Ze had er graag voor oer, maar er is nevens de vrijwilligers een prima oplossing. Een paddentunnel onder de diek droog. Bestiert uit geleiders. De tunnel en daarbovenin daar gaan we rustig, want die beesten wollen net een donker gat in. Oer een tunnel wordt al jaren praat. Maar de gemeente en twee particuliere groeneigeners lieken het maar net eens worden te kennen. Ja, dat geeft wat zin, man. En het maakt geldkastje. En vermoedelijk wil die er net van de oren betalen. De reddingsactie van de vrijwilligers is ontnota een succes. Al vallen er nog heel iets slachtoffers. Maar als de natuur hier dan het hopen wie, dan hier Nijs een stik slimmer west. We kunnen ons een situatie voorstellen dat de populatie dusdanig uitinnen wordt dat de hele zaak hier uitstijt. En dat zou natuurlijk zonde wezen. Maar het kan wel eens wezen dat jij nog jarenlang maar die ploeg vrijwilligers aan de kant van de diek stenen als die podden werden dik geworden. Ik ben er bang voor. Dat kan nog jaren aanhouden, ja.